Nou is een challenger van Bas van der Goor. Die is hier actief geweest, in geweest. En je hebt het eigenlijk overgenomen, mag ik het zo zeggen? Nou, dat is wat... Ja, nou ja, overgenomen. We zijn enthousiast geraakt. We wisten dat dit speelde in Nederland. Ik heb toen met een andere huisarts... plus de praktijkondersteuners van die twee praktijken... zijn we daar eens wat mee aan de slag gegaan. En toen hebben we de BAF gecontact. En toen is het eigenlijk gegroeid. Wim, jij bent trainer van een speciale groep heren en mevrouwen. Wat is dat voor een groep? Dat zijn mensen die minder snel lopen. Ooit begonnen als bedoeld voor diabetici. En die groep is uitgebreid. En nu lopen er ook meestal andere mensen bij met chronische klachten. Maar het is allemaal wel voor mensen met chronische klachten. Kunnen hun wandelmaatje meenemen. En ja, wij proberen ze een betere conditie te geven. Wij begeleiden hen daarin. Het idee van Bas van der Goor, dat is Bas van der Goor, de oud-Olympiër die zelf diabetes heeft, type 1 dan. Zijn missie is, krijg de diabetes in beweging en voorkom gezondheidsschade. Het is ontstaan door Bas van der Goor, hè? Die heeft dat geïnitieerd. Ja, die heeft dit bedacht. Het hele concept volgen wij ook van Bas van der Goor. En de bedoeling is om in 20 weken tijd... te komen tot een vierdaagse. En dat is dan de challenge, de uitdaging voor alle deelnemers om die vierdaagse te kunnen lopen. Daar trainen we voor. Je hebt diabetes type 2. Ja. Hoe lang heb je dat al? Een jaar of 8, A10. En hoe kwam je erachter dat je het had? Bij een bloedonderzoek, daar bleek uit dat ik diabetes patiënt was. Maar daar wilde ik toen niet aan geloven, dus ik heb nog een paar jaar doorgesukkeld. En toen ben ik uiteindelijk ook hebben gezwicht voor de medicatie. Zo. Diabetes niveau 2, laat ik maar even zeggen. Wat voor invloed heeft dat op de mensen? Ja, dat is een brede vraag met een breed antwoord. Het is type 2 diabetes wordt wel een welvaartsziekte genoemd. Daar kunnen we het niet helemaal over eens zijn. Het is wezenlijk anders dan het type 1. Type 1 kan op elke leeftijd, vooral ook in de jeugd, ontstaan. Is direct insuline afhankelijk. Terwijl type 2 is vaak een kwestie van bijvoorbeeld overgewicht, te weinig beweging, minder gevoeligheid voor je eigen insuline. Het sluipende beeld houdt in dat mensen langzaamaan wat meer vermoeid raken, dus minder actief ook weer worden, wat het cirkeltje rondmaakt. Ze kunnen dorstig zijn, verandering van eetlust. Ja, het kan ook psychische effecten hebben. En door mensen in beweging te krijgen met elkaar, enthousiasmeer je elkaar. Hè, dus het idee is om met een groep mensen die zin heeft om zichzelf beter te pakken, om met die mensen te gaan wandelen en ze actief te krijgen. Wij wandelen gezamenlijk een uur iedere week. En daarnaast trainen ze ook nog voor zichzelf 1 à 2 keer in de week. Ook op de hier? Nee, niet hier, maar binnen hun eigen omgeving, met hun vriend of wat dan ook. Mm-hmm. Maar na afloop van deze training drinken we gezamenlijk nog wat. Heb je nu medicatie of niet? Ik heb nog een heel klein beetje medicatie. Dus, want ik ben heel actief geweest en ik wil er vanaf gewoon. Ja. Maar dus mijn hoge bloeddruk, de pillen ben ik al kwijt, dus ik ben er echt aan het werk al een tijd. Uiteindelijk heb je dus zelf overwonnen? Ja. Hoe kijkt je arts er tegenaan? Hij is trots. Dat was wel heel leuk om te horen, ja. 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 Want we lopen dan 20 weken met hen, dan stopt het. En de bedoeling van is dan dat de mensen zelf eraan gewend geraakt zijn en zelf blijven lopen. Ja, nou, wat mij heel leuk lijkt is als er ook dit jaar nog mensen zijn die mee zouden willen lopen. We hebben nog echt plek. De BAF, het terrein van de BAF, dat gebruiken we. Mensen die behoorlijk goed ter been zijn, die nemen we ook mee naar het bos. Dan gaan we lopen bij de generaal daarachter. En wij zijn als zorgverleners zeer enthousiast om dit te doen. En we hopen dat we de mensen meekrijgen om daar deel te nemen. Mensen die twijfelen en ze denken van, moet ik dit wel gaan doen? Wat wil je tegen hen zeggen? Ja, doen. En anders loop je een keer mee en dan kijk je of het wat voor je is. Ik bedoel, om de kost hoef je het zeker niet te laten. En het zijn allemaal enthousiaste mensen, heel erg gemotiveerd. En een leuke groep, hoor. En een leuke groep. Ja, je praat elke week wel weer met iemand anders. Dus dat is leuk.